Met de Week van de Logistiek, deze week, zetten we met elkaar de eerste stap op weg naar een logistieke campus in Almelo. Waar ondernemingen, waar ondernemers, waar overheden, gebundeld in het werkplein onder andere, en waar het onderwijs in de verschijning van het ROC van Twente gaan samenwerken aan voldoende instroom, aan behoud en aan doorontwikkeling van logistiek personeel. Werkgelegenheid in alle facetten die werkgelegenheid heeft, van het economische belang ervan, hè, dat je met werkgelegenheid ook weer winst kunt maken en je bedrijf kunt laten groeien. Maar ook de sociale impact van het hebben van werk en het gevoel dat je meedoet, dat je niet aan de kant staat. Werkgelegenheid is daardoor een wezenlijk en een diep doorleefd onderwerp in Twente. En daardoor een belangrijk, je zou bijna moeten zeggen de belangrijkste doelstelling van de overheden in onze regio. En tegen die achtergrond van geschiedenis en van heden van werkgelegenheid in Twente is deze locatie, deze hal, heel erg betekenisvol. Een betekenisvolle locatie aan het begin van een week waarin we met elkaar, u allemaal en de mensen en organisaties die u vertegenwoordigt, maar ook ik en andere bestuurders van gemeenten die hier vandaag aanwezig zijn, voor ons is dit een betekenisvolle locatie in een week waarin we met al die mensen onze schouders gaan zetten onder een enorm evenement om logistiek en arbeidsmarkt stevig aan elkaar te verbinden. Want dat is uiteindelijk waar de Week van de Logistiek om draait. Eigenlijk een optelsom van een aantal impulsen, impulsjes, ideeën die ontstaan. Maar uiteindelijk de komst van een grote investeerder op het XL Business Park ten zuiden van de stad, regionaal bedrijventerrein, de Heilen Groep, Heilen Warehouses en het succes van die investering doordat er huurders in die lokaliteiten kwamen, ik noem bijvoorbeeld Blackman en VTech, is een hele belangrijke katalysator geweest om deze week te organiseren. Om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak van werkgelegenheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, benadering van werkgelegenheid die we met elkaar zouden willen gaan doen. We staan hier daarom vandaag onder de paraplu, zegt het mooi bij, het is een paraplu van instellingen die zich op het vlak van scholing, op het vlak van ondernemerschap, op het vlak van arbeidsmarktbeleid hebben verbonden om sterke groei, om de sterke groei van de logistieke sector in Twente, en die is er, om die te koppelen aan de behoefte aan werk. Om die te koppelen aan de beschikbaarheid van enthousiaste en gedreven mensen die aan de slag willen in de logistiek. ROC van Twente, Werkplein Twente, de gemeente Almelo, VNO-NCW, de regio Twente, de provincie Overijssel en de geweldige bundeling, ik zeg het er graag bij, een fantastische federatie eigenlijk van logistieke bedrijvigheid die Port of Twente heet, die zijn met elkaar de organisatoren van de Week van de Logistiek. De eisen die worden gesteld aan chauffeurs, aan technici, aan managers, aan planners, maar ook aan de mannen en vrouwen op de werkvloeren, in de hallen en op de kaders, op de heftrucks, die zijn veranderd en die blijven veranderen. Het vinden van goed personeel, dames en heren, is daarom een extra zware klus geworden. Een karwei, zou je bijna kunnen zeggen. En het is dus belangrijk dat logistieke en op de logistiek gerichte opleidingen blijven aansluiten van hun kant bij die veranderingen die de logistiek stelt, die de logistiek brengt. En om de vraag en het aanbod van werk in deze voor Twente in het algemeen en overigens voor de stad Almelo in het bijzonder zo specifieke branche een extra impuls te geven, is er de Week van de Logistiek. Ze gaan aan de slag met ruim 700 werkzoekenden die de komende dagen meedoen aan die dag, aan die week voor de Week van de Logistiek, op de dag van die voor de werkzoekenden daarvoor is. 700 mensen proberen we, ideaal is natuurlijk allemaal, maar die proberen we te interesseren in werk in de logistieke sector. Die proberen we te bemiddelen naar banen in de logistieke sector. En daarnaast gaat het, ja, je zou bijna zeggen, het mbo-opleidingsinstituut in onze regio, het ROC van Twente, ook in de stadblokken of uit de stadblokken komen. Er hebben zich 1200 scholieren aangemeld, 1200, om aan deze Week van de Logistiek mee te mogen doen. Ik hoop dat we er met elkaar, u allemaal vooral, want het vele werk moet nog gebeuren en ik hoop de spin-off gaat nog veel meer werk opleveren, dat we er met elkaar een grandioos succes van gaan maken. Deze Week van de Logistiek, de logistieke sector in Twente en de werkgelegenheid voor iedereen die hier wil wonen, die hier wil leven en die hier wil werken. Dank u wel.
Heel veel succes en heel veel plezier.